Chris en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Niet Remus. Ik ben hier in de Carrefour aangekomen voor boodschappen gaan te doen. Moet ook gebeuren, mensen. Holy shit, hier staat een hele mooie Google TV. Er staat geen prijs bij. Gratis dan, hè. Meaning, zal ik zeggen. Even eens kijken. Wow. Ja, wat, dat gaat even boven mijn... Ja. Laat maar staan. Laat maar staan. 2000 en nog wat. Ik zal het maar mijn standjes maar gewoon gaan halen. En choco. Voilà, gescand. Dan de volgende. Dus even eens kijken. 1,79. Deze zijn dan het goedkoopste. Deze gekke. Het zijn er 15, hè. En dan heb je 30 sandwiches. Nee, dat gaat bedorven. Dat gaat bedorven. En dan nu nog stompjes. Moet ik ook nog halen gaan. Ik moet ook nog chocolaterie hebben. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Dit mag allemaal of wat? Dit mag allemaal of wat? Zo op de straat fietsen. Er is een fietspad, mensen. Er is een fietspad. Come on, man. Alstublieft. Echt waar, mensen. Fietspad hebben ze niet. Een fietspad hebben ze niet, hè? Nee, echt niet. En dan moeten ze nog zo allemaal zo kijken dat ik voorbij ga steken. Ja, hallo. Er moet dan ook wel een volgwagen dan erbij zijn, hè? Als er zoveel fietsers zijn. Goed bezig, goed bezig. Echt waar, goed bezig, fietsers. Ik kan ik terug naar de Carrefour rijden. Waarom? Ik was mijn portefeuille hier vergeten en er heeft dus een update op Android gedaan, waardoor dat mijn bankapplicatie het niet meer doet op mijn GSM. Toch geweldig. Nu staat dus alles aan de kant. Nu kan ik gewoon naar de receptie gaan en daar staat dan ook al mijn voedsel al klaar. Zo moet ik dan meer in met de winkel gaan. Ja, van die fietsers, daar maak je ook alweer mee, hè. Ik kan er wel mee lachen. Allee, tot straks allemaal. Yo, 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 ik ben nu terug. Eerst gaan we wel naar de Carrefour aan het rijden. Yo. I'm gonna go, I just wanna hit the bar, I just wanna do the best, I just wanna get it all. I ain't know that you say anybody else in my love, yeah. I don't go, go, bitch, I just wanna go, 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 you know I'm on the road, bitch, I'm making so much cash, I can't.
see the flow, got 0 to 100, you don't better blow. John Cena, you better hide your fucking face. Use a motherfucker, guys, you never place. Use a fucking fake, but you better get safe, cause I'm fitting your leg. Zo, hier terug in de Carrefour in Hasselt aangekomen. Ga ik eens gauw betalen en mijn boodschappen gaan halen. Hè. Moet ook gebeuren. Oei. Maar wel mijn sleutels van mijn contact halen. Anders hebben we dat ook weer al aan de hand. En dat wil ik niet. Voilà, gauw af gaan rekenen. Moet mij weer al ook overkomen. En ook dan weer al over, met die fietsers en al. Wat verdomme, ze weten toch dat er een fietspad is. En als ze dan niet gaan fietsen op de fietspad. Ach, ach, ach. Allee, tot straks allemaal. Jojojo. Voilà, ze. Mijn pakketje is ook blijkbaar thuis afgeleverd. Dus de nieuwe beerscherm van Bea is ook aangekomen zonder dat ik thuis was. Jee. Yippie-kaye. Voilà, ik kan nu... Ja, waar gaat hij zich zetten? Eens even kijken. Hij gaat zich daar zetten, oké. Okay. Voilà. Dan ga ik hier uit. Oh my! Dit deed me verschieten, man. Die brandweer. Yes, ik kan uit. Hop, zaterie. En dan ben ik wel terug eens vertrokken naar richting mijn thuis. Ik zal zeggen, veel thuis. Kijk, we zien met de timeslap. Yo, yo, yo. Ik kom stilgens af aan terug thuis aan. Ik heb eindelijk mijn boodschappen. Zeg, wat is dat toch allemaal buiten? Ik heb onderweg een politie gezien. 2 brandweerwagens. 3 ambulances. Damn. Op zo'n korte tijd. Oh, oh. Ja, en een politieagent die gewoon pannen had. Ja, kan gebeuren, kan gebeuren, kan gebeuren, kan gebeuren. Wat was dat? Wel, ik ben wel terug thuis aangekomen. Mijn rug. Ben ik blij omdat ik eens even terug kan rechtstaan. Yippie-kayay, motherfuckers. Ja, had ik eens goesting om dat te zeggen. Nu de boodschappen. En de rest niet vergeten van haar. Gelijk de sleutels, medicatie, verband, noem maar op. Ja. Voilà, ça. En dan kunnen we direct eens lekker, 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 lekker eten. Hell yeah. Zal ik eens kijken als ze open doet voor mij. Zal ik eens kijken, hè. 5, 4, 3, 2, 1, nu. Niet. Nee, ze doet niet open. Ze doet niet open. Dan zat ik... Na 14 seconden. Na 14 seconden gaat de deur open.
Hell yeah. Allee, mensen. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Eén ding wil ik toch nog altijd iets kwijt. Ik heb nog altijd heel veel last van mijn rug. Zelfs met gewoon met die plastieke zak te dragen. Voel ik het gewoon aan mijn rug. Oh, oh, hier is het nu goed. Oh, voilà. En dankjewel nogmaals als Carrefour voor mijn eten aan de kant te zetten die ik heb gekocht. En nogmaals excuses dat mijn bankkaart niet bij had. En dat mijn bankapp weer al een update heeft moeten doen, waardoor dat ik niet kon betalen. Contactloos. Hell yeah. Zo mensen, we gaan eens de unboxing doen van de MSI G24C4E2 scherm. Zie, dus we zijn nu al de sticker heel rustig los aan het maken. Voilà. Hoe gaat die open? Langs hier ook wel. Nee? Moet ik helpen? Ja. Houd wat tegen. Hier. Ja. Ah, dat zijn zo van die dingetjes. Ietsjes naar onder dan terug. Ja. Hola. Oh shit, daar moet ook nog een schroevendraaier bij. Oké, dus even kijken naar de scherm. De adapter. Dat is de... voor de aan te sluiten op de computer. Oké, die gaan we even hier leggen. Ik houd de doos even vast. Allee, waarom wil ik dat nu niet? Aan de zijkant, ja. Voor geluk hangt het ook nog met soort tape vast. Dan gaan we dat neerleggen op tafel. Er zit nog iets in, hè? Ja, een boekje. Dat is gewoon een boekje. Oké. Met wat schroefjes. Zo, ja, ik weet niet waar de scherm kan, dus... Wacht eens even eens kijken. Dit gaat zo. Ik ben nu hier zo even tussenin aan het gaan. Eerst kijken dat heb. Ja, nu is hem open. Nee, het er helemaal rond uit doen, hè. Oh, wat sta je? Ah, dat is voor de dingen. De scherm vast te maken. Die gaan we even hier zo opleggen. Voilà. Het gaat goed. Dat wat daar nu ligt, is de poot. En nu... Dankjewel, Camilo Derby. Nee, Timmy. Voor dit werkelijkheid te maken. Ja, deze gaan we hier leggen. Ah, plastic is eraf. Amai. En ook nog zo wat gebogen. Wauw. Schoon. Content? Ja. Is heel mooi, ja. Alsjeblieft. Hier is de beeldscherm. Die van Bea. Dankjewel, Camille Derby. Voor deze mooie beeldscherm. En nu eind oktober naar Mol. Moet ik gaan voor de punten gaan af te leveren. En dat waren in totaal... Even kijken. 50, 41, 42, 43, 44, 45, 55 punten. Want we gaan het nog een keer eens te goed tellen. Goed, hier zo aan tafel. Even wat vrijheid maken.
voilà, hier zijn de punten. Want die bestaat al meer dan 40 jaar al op de kermis, hoor. Bestaat al meer dan 40 jaar. Ziet, hier een handtekening van hem met de 50 punten. 50, 51, 52, 53, 54 en 55. Alsjeblieft. Liggen klaar, hè? Het ligt al klaar voor het afgaan te leveren bij de Kamelen Derby. Al 35 jaar plezier op kermis. Maar je moet al zien, hè? Hier staat dus 35 jaar. En dan heb ik hier al eentje van 40 jaar. Dus deze is nog 5 jaar ouder dan deze. En ja, ik heb hier wat ketchup gesmodderd. Doe me toch. Dat ik dat nu zo op beeld heb. Sorry mensen dat mijn toxische wat vuil is. Die moet ik ook nog eens gaan afrijmen. Goed dat ik dat nu zie. Dus ik ga dat eens even afrijmen. Voilà. Dat is afgevreven. Dus ik heb mijn 55 punten liggen hier nu al klaar voor hem. Dan weet je dat. 1, 2, 3, 4, 5. En ondertussen zijn we naar... Jawel, naar spoed aan het kijken. En daar gebeurt nu net een ongeval. Ouch! Mensen, ik vind dat heel goed geacteerd van de kinderen. Dat vind ik echt heel goed geacteerd van de kinderen. Toppie! Voilà. Dus ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ook van de unboxing van de beeldscherm. Man, jullie kregen vandaag veel content. En dat allemaal nog voor middag. De MU. Allee mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Ik ga gewoon nu de ganze dag niet filmen met de GoPro, maar wel filmen met mijn GSM. Allee, tot later allemaal. Yo, 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 yo. Hallo kijkers, en ik ga sowieso zeggen, ik ga de vlog afsluiten. Heel, 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 heel veel bedankt om te kijken. De volgende shoutouts wat ik ook nog wou doen, het einde van de vlog. Ik hoop dat jullie ook al, tenminste al in de Halloween sfeer al geraken. Want ik probeer ook mijn intro's continu wat aan te passen naar de Halloween sfeer toe en al. En ook de veranderingen en al. En Tripstar, echt waar. Ik kan hem niet bijhouden op het optelkanaal. Die is heel goed bezig. Goed bezig, Tripstar. Dus een shout-out naar Tripstar toe. En dan nog een shout-out van Juicy HD naar Kenfield toe. Omwille van de goede muziek. Bij deze is dat dan ook weer gebeurd. En voor mij gaat een grote shout-out toe naar mijn allerliefste schatje toe van de wereld. Vergeet er nog altijd voor mij zijt en al. Dankjewel ervoor. En dat we nog jaren en een stuk gelukkig mogen zijn bij elkaar. Allee. Mensen, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er iets gebeurt op mijn YouTube kanaal. Nu ga ik nog gauw vlog 1907. Nog in laten exporteren. En dan moet nog deze vlog nog in elkaar gestoken worden. Ik zit er wat achter met mijn schema. Maar dat is niet zo erg. Ik heb ook nog gelivestreamd. Hoe lang heb ik gelivestreamd? Ik had er ergens op gestreamd. 3 uur en 57 minuten. Dat veel. En 26 seconden. Dat is lang. Heel lang. Dus daarom dat er soms eens een ding is. Ja. Dus je kunt ook... Wat ik ook dan nu ga doen, dat is ook... Als ik heb gestreamd, ga ik ook de streamtijden ook online zetten in mijn Discord-forum. Bij Off-Topic. Dus dan weten jullie dat. Goed. Wel, heel, heel, heel veel bedankt om te kijken. En tot morgen. Yo, 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 yo. Thank you.